Welkom bij de NTVG-podcast, het tweewekelijkse, volledig onafhankelijke audiomagazin voor Nederlandstalige artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Anne van Kessel en ik zit klaar om een aantal interessante artikelen van het NTVG uit te lichten. En natuurlijk geven we ook vandaag weer iemand de warme douche. In deze aflevering bespreken we onder meer hoe het toch kan dat de ene SCH veel vaker bloedkweken afneemt dan de andere. Ja, wat mij het meeste verbaasde is dat we niet een eenduidige definitie hebben over wat koorts is. Is er weer de duiding van wetenschappelijke publicaties door artsen Tim Dekker en Noor Eldin Emara? In het kader van primum non nocere, dat je soms beter de handen op de rug kunt houden en niet direct tot actie moet overgaan. En wat op langere termijn de invloed is van preventieve HIV-medicatie op seksueel gedrag en het oplopen van SOA's. Mensen die bang zijn voor een infectie, bang zijn voor HIV, maken daar soms slechte keuzes door. Als die angst wegvalt, ontstaat er ruimte om te kiezen van hé, wat wil ik nou echt? We trappen af met het eerste interview van Job. Een sepsis wil je als SCH-arts niet missen en dus laat de SCH-arts vaak bloedkweken afnemen. Maar hoe vaak ze dat doen varieert nogal, ontdekten onderzoekers van het Radboud UMC in Nijmegen. En dat kan leiden tot onder, maar vooral ook overdiagnostisering en overbehandeling, concluderen zij. Job sprak met een van de artsonderzoekers, Danielle Kroon, die binnenkort promoveert op betaalbaarheid van zorg. Ja, welkom Danielle. Bloedkweken op de SEH. Ik vond het nogal verbazingwekkend toen ik het artikel las dat het toch enorm veel variatie blijkt te zijn. Dat klinkt niet meer echt als van deze tijd, van protocollen en richtlijnen. Was je ook zo verbaasd daarover? Ja, wat mij het meeste verbaasde is dat we niet een eenduidige definitie hebben over wat koorts is. Omdat het zo bazaal is en iets wat iedereen dagelijks gebruikt in de medische wereld, dat we dus niet eens over eens zijn wat koorts nou precies is. Ja, en waarin varieerde dat dan? Op de ene SCH was 38 graden was al koorts. Op een andere SCH was 38,5 koorts. En er was ook een SCH die gebruikte 38,3 als koorts. Ja, en dat is dus niet alleen maar gewoon wat ze hanteren, maar dat heeft ook echt klinische implicaties. Ja, precies, want koorts wordt wel gebruikt als een belangrijke parameter om bepaalde diagnostiek in te zetten, zoals bloedkweken. Dus in het ene ziekenhuis krijgt iemand die 38 graden koorts heeft, die krijgt dan een bloedkweek. En in het andere ziekenhuis is het, nou, weet je, 38 graden, we kijken het nog even aan. Dus dat heeft inderdaad echt consequenties. Ja, zou je in het kort even kunnen schetsen wat jullie nu precies hebben onderzocht en vervolgens ook wat daaruit kwam? Ja, we hebben dus gekeken naar waar zit niet gepaste zorg op de SCH. We hebben daar eerst een gesprek over gehad met mensen die op de SCH werken. En daarin kwam er een lijstje uit van een stuk of 10 dingen. En toen hebben we daar bloedkweken uitgenomen. En daar zijn we dieper op ingegaan. Mm-hmm. En we hebben dus gekeken naar hoe vaak worden bloedkweken afgenomen binnen de populatie patiënten voor de interne geneeskunde die op de SCH komen. En vervolgens kwam daar dus uit dat één ziekenhuis vrij laag zat, dus rond de 7%. Terwijl andere ziekenhuizen tussen de 20 en de 30% zaten van alle mensen die op de SCH kwamen. En waar zet het dan in dit geval? Ja, dus toen gingen we daarover praten. Waar komt dat nou door? En toen kwam er dus naar voren van ja, wij nemen altijd bloedkweken af als iemand koorts heeft. Of we nemen altijd bloedkweken af als iemand koude rillingen heeft gehad. We merkten dus dat daar variatie in zat. En dan kan natuurlijk variatie leiden tot over- en tot onderdiagnostisering. Ja. Wat zijn die gevolgen? Ja, onderbehandeling, dat is natuurlijk schadelijk voor de patiënt. Die wordt dan zieker, die moet misschien langer in het ziekenhuis blijven. Maar ook elke bloedkweek die je afneemt, heeft ook risico op een fout positieve uitslag. Ja. En fout positieve uitslagen, die kunnen ook weer leiden tot overbehandeling met antibiotica of langer in het ziekenhuis blijven. Ja, dus je vindt iets, maar eigenlijk was het niet echt wat. Precies. En wat is nou eigenlijk over het algemeen de teneur? Ja, we hebben dat niet specifiek onderzocht. Dus we hebben meer overkoepelend gekeken. Maar het ziekenhuis wat echt laag zat, die zei wel van ik denk dat we een beetje te weinig doen. En dat we misschien iets minder streng moeten zijn. Maar er waren ook ziekenhuizen die zeiden van ja, we doen het eigenlijk zo vaak. Ik denk dat het wel minder kan. En de meeste SCH-artsen die zeiden van ja, we doen het eigenlijk wel heel vaak. En ik denk dat het minder kan. Ja, ja, het is een beetje erring on the safe side. Dus je wil dit echt niet missen. Precies. En mensen zijn daar bang voor om iets te missen. En ze zijn daar dus ook niet in gesteund in duidelijke richtlijnen. Heel vaak staat er in een richtlijn wel van je moet dit doen bij deze en deze indicaties. Maar heel vaak ontbreekt het in de richtlijn met je hoeft het niet te doen bij deze en deze indicaties. Of het ontbreken van deze symptomen of parameters. Maar ik kan me inderdaad ook voorstellen dat juist dat die gevallen waar je iets gemist hebt, dat je die echt bijblijven. Ja, precies. Want als we dan met zorgverleners praten, dan is het van ja, maar als je het dan mist, dan ben je te laat. Want
Het probleem is ook dat mensen of patiënten die krijgen dan antibiotica. En als je daarna dus nog een bloedkweek wil afnemen, dan wordt dat natuurlijk verstoord door het gebruik van antibiotica. Dus het is ook op de SEH van ja, dit is het moment om het af te nemen. Ja. En bang voor spijt. Ja, en is het nou ook zo dat inderdaad dat bijvoorbeeld ook verschillen zijn binnen een afdeling? Ja, we merkten wel dat het ook echt artsafhankelijk is. En er werken natuurlijk ook veel artsassistenten op de spoedeisende hulp. En die zijn afhankelijk van wat een supervisor wil. En als er ook verschil zit in wat de supervisor wil, dan wordt er toch maar vaak gekozen voor neem maar vast af. Ja. Dus dat leidt ook wel tot wat meer overdiagnostiek. En dat is dus best wel gek dat er zoveel verschil zit. Dus per ziekenhuis, maar ook per individu. En hoe kunnen die artsen nou beter en slimmer gaan afwegen? Wat hebben we voor middelen om dat te gaan aanscherpen, strenger te worden zonder alleen maar gewoon strenger te zijn? Het helpt als er hele duidelijke afspraken zijn in wanneer je het wel moet doen en wanneer je het niet hoeft te doen. En dat het dus ook niet is achteraf van, oh, je had het moeten afnemen. Want dat is toch wel vaak wat er gebeurt in ziekenhuizen. Dus als je iets niet doet, dan krijg je het te horen. Ja. Terwijl als je iets te veel doet, daar wordt dan niet naar gekeken, omdat je dus de uitslag niet meer nodig hebt. Dus dat is veel minder een onderwerp van gesprek. En doordat je juist binnen je organisatie een sfeer creëert waarin er wordt gekeken van hoe kunnen we zorgen dat we doen wat we moeten doen, maar dat we ook niet zomaar te veel doen omdat we bang zijn voor de consequenties. En binnen die hele discussie over passende zorg pleiten jullie ook erg voor echt weer die klinische blik. Waar bestaat die nou uit? Waar moet je aan denken? Ja, als we het over diagnostiek hebben, we hebben een heel leuk project gedaan over het verminderen van laboratoriumdiagnostiek. En daar ging het dus echt weer over hoe het klinisch redeneren weer naar voren brengen. En dat kost wat extra tijd. Maar dat je dan weer na gaat denken over, is deze test op dit moment nodig? Is de combinatie van testen nodig? En wat ga ik doen met de uitslag? Heeft het consequenties? En als je die drie vragen jezelf stelt, dan kun je passende diagnostiek geven aan de patiënt. Verwacht je nu ook dat dit concreet ook opgepakt gaat worden? Dat dit onderzoek en in ieder geval deze manier van denken ook echt navolging gaat krijgen? We merken heel veel enthousiasme, maar we merken dat het enthousiasme van individuen soms niet voldoende is om hier echt mee aan de slag te gaan. Dus het zou heel erg helpen als andere organisaties de mensen die enthousiast zijn hierin steunen. Dus dan denk ik bijvoorbeeld aan de wetenschappelijke vereniging van SEH-artsen of andere programma's zoals zorg, evaluatie en gepast gebruik. Dat die ook echt ondersteunen in dit onderwerp verder brengen. Ja, je wil echt een cultuurverandering en niet dat een individu moet roeien tegen die stroom in. Ja, zeker. Want artsen en verpleegkundigen die hebben het al heel druk. Dus die kunnen wel wat hulp gebruiken om dit soort mooie ideeën en initiatieven verder te helpen. Wat is nou de volgende stap, het volgende van het lijstje van de SERH dat jullie op deze manier tegen het licht zouden willen houden? Ja, waar we dus over gepraat hebben met zorgverleners was bijvoorbeeld ook een torusfractuur bij kinderen. En dan vooral bij de pols. Die hoef je niet altijd met gips te behandelen. En gips is natuurlijk ook best vervelend voor een kind. Maar een drukverband is vaak voldoende of een tubicrip. Verder werd ook urine kweken. Dat wordt ook heel vaak ingezet. Terwijl een sediment vaak ook voldoende is. En er werd ook wel gesproken over dat katheters ook wel heel laagdrempelig geplaatst worden. Oh ja. En dat waarschijnlijk ook wat minder kan. Nou, ik ben benieuwd naar de volgende stappen. Ja, zeker. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dankjewel Job en Danielle. Benieuwd of die cultuurverandering er gaat komen. Het artikel van Kroon en collega's staat zoals altijd op de website onder podcast. Reageren? Mail naar podcast@ntvg.nl. De Warme Douche is deze keer voor Kamers met Aandacht. Een organisatie die jongvolwassenen die uitstromen uit jeugd of pleegzorg koppelt aan mensen die een kamer over hebben en wat aandacht kunnen geven. Ik spreek met oprichter Bianca van der Neut. Welkom Bianca. Gefeliciteerd met de Warme Douche. Dankjewel. Je hebt zelf een achtergrond in maatschappelijk werk. Waarom begon je 5 jaar geleden met dit initiatief? Nou, ik werkte dus bij een jeugdzorgorganisatie. En de laatste jaren was ik leidinggevende van de groepen. Dus kamertrainingscentra, crisisopvang. En daar zag je dus heel vaak dat jongeren uitstroomden met 18 jaar. En dan na een half jaar weer contact opnamen. En dat ze dan niet op hun pootjes terechtgekomen waren. Dus dan waren ze of in de schulden gekomen of ze waren het huis uitgezet. En daardoor ben ik gaan onderzoeken van ja, wat kun je nou doen? Wanneer gaat het nou mis? En wat kun je dan doen om dat te voorkomen? Ja, en hoe kwam je toen bij de oplossing die je nu hebt, Kamers met Aandacht?
Ik heb toen een onderzoek gedaan om te kijken naar welke jongeren gaat het mis. Toen zagen we heel duidelijk dat het misgaat met jongeren die dus geen volwassenen hebben om op terug te vallen. Dus het idee van kamers met aandacht was eigenlijk een soort prototype van ja, je moet ze eigenlijk op een soort hospitakamer hebben waar ze wel al echt zelfstandig wonen. Dus ook zelf de huur betalen, zelf koken, zelf wassen. Maar wel waar er nog iemand is die een oogje in het zeil houdt. Dus die gewoon nog in de gaten heeft wanneer jij niet naar school gaat of als het niet goed met je gaat. En dus waar jongeren gewoon nog hulp aan kunnen vragen. Dus het zijn niet mensen die je begeleiden, maar wel die een luisterend oor hebben. En hoe groot is die groep jongeren die wel zo'n plek kan gebruiken? Nou, in heel Nederland denk ik dat wij, als ik kijk naar de aanmeldingen die we nu krijgen, dat we wel 1000 jongeren in heel Nederland zouden kunnen matchen. Maar helaas hebben we niet zoveel kamers. En hoeveel hebben jullie er al kunnen matchen? 250. Dus we zitten nu in bijna 100 gemeenten. En sinds dat we bestaan, dat is nu 4,5 jaar, hebben we 250 matches kunnen maken. En wat zijn de reacties? Kun je misschien een voorbeeld van een casus noemen die je is bijgebleven? Ja, ik kan heel veel casussen voorbeeld noemen. Maar de meest recente die mij nu meteen binnenschiet is dat we hebben laatst een match gemaakt bij een man. Een bejaarde man en zijn vrouw ging dementeren. En zij is opgenomen in een verpleeghuis. En hij heeft, ze woonde alleen in een heel huis. Ze heeft een jongen in huis genomen. En dat gaat nu zo goed dat die jongen die gaat dus met die man mee op bezoek bij zijn vrouw in het verpleeghuis. Nou, daar word ik wel echt heel blij van. Ja, prachtig. Dus je ziet dat het ook echt aan twee kanten. Ja, jongeren zijn ook niet te beroerd om de hond uit te laten. Weet je, dus aan twee kanten is er echt wel sprake van een win-win als de match goed is. Ja, ja. Dankjewel, Bianca. Ja. Graag gedaan. En dan zijn we aangekomen bij het hart van deze podcast. Het zijn onze wetenschappelijke duiders, artsen Tim Dekker en Noor Eldin Emara. Zij deden weer een greep in de internationale medische literatuur en nemen hier een paar belangrijke papers voor ons door. Mannen, wat hebben jullie deze keer te vertellen? Ja, dankjewel voor deze mooie introductie. Deze week hebben we weer twee artikelen die we graag onder de aandacht zouden willen brengen in het kader van primum non nocere. Oftewel, ten eerste niet schade. Beide artikelen laten namelijk zien dat je soms beter de handen op de rug kunt houden en niet direct tot actie moet overgaan. En zometeen bespreken we de zin en onzin van MRI-onderzoek bij jongeren met knieklachten. Maar we beginnen met een dilemma. Buikpijn bij mensen met galstenen in de galblaas. Tim, kan je uitleggen waarom dit nou zo'n dilemma is? Ja, dat kan ik. Soms is het natuurlijk duidelijk dat je iemand moet opereren als die persoon galstenen heeft. Dus iemand met gecompliceerd galsteenlijden, zoals cholecystitis, geleden cholelithiasis, biliaire pancreatitis. Ja, dat zijn allemaal duidelijke indicaties. Maar je hebt ook mensen die buikpijn hebben en ook misschien wel toevallig galstenen. En het is wel lastig of je dan moet opereren, want ja, zowel buikpijn als galstenen komen relatief vaak voor. Ik las een studie over dat ongeveer 5-9% van de normale populatie galstenen heeft. Vond ik echt wel hoog. En het is ook wel lastig, want ja, wat heeft die buikpijn nou te maken met die galsteen? Is het toch een soort van intermitterende obstructie die misschien toch leidt tot pijn door die galsteen? Of heeft iemand misschien wel buikpijn vanwege een hele andere reden? Ja, dan gaat natuurlijk een operatie voor een galsteen natuurlijk ook niet helpen. En aan de andere kant is het ook wel zo, je kan natuurlijk ook wel bang zijn voor het optreden van gecompliceerd galsteenlijden. Dat je dan toch je window mist om te opereren voordat het te laat is. Dus het is wel een lastige discussie, denk ik. Je hebt het nu over de complicaties van galstenen. Maar aan de andere kant, een cholecystectomie is natuurlijk ook niet zonder risico's. Denk aan pijn, operatieve complicaties en diarree na cholecystectomie. Dat is ook een bekend verschijnsel. Hopelijk dat dit artikel iets meer duidelijkheid geeft over wanneer wel en wanneer niet. Ten dele. Laat me allereerst zeggen dat het een hele mooie Nederlandse studie is die in de JAMA is verschenen. Dit is de SECURE-studie. Die is geïnitieerd uit het Radboud UMC. En wat ze hebben gedaan is een vergelijking tussen een restrictieve aanpak versus een meer liberale aanpak ten aanzien van de cholecystectomie. Met andere woorden, bij mensen met buikpijn en galstenen werd ofwel hoogdrempelig of laagdrempelig een cholecystectomie verricht. En de populatie in deze studie waren mensen die zijn verwezen naar de polykliniek chirurgie om wel of niet een cholecystectomie uit te voeren. En dat waren dan mensen met buikpijn en aangetoonde galstenen. En dan was de interventie was dat de behandelaar een advies kreeg over die behandeling. Dus in de restrictieve groep werd er een advies gegeven om pas te opereren als er sprake was van 5 klinische criteria. Ik ben natuurlijk benieuwd, welke criteria waren dat? Nou, dat waren hevige pijn. Echt pijnaanvallen die langer dan 15 tot 30 minuten duurden. Pijn in epigastrio, uitstaande pijn aan de rug en een goede reactie op pijnstillers. Nou, de gedachte is dat relatief typisch is voor galsteenlijden, dus dat een operatie dan zin heeft. Ja, en de usual care groep kreeg geen specifiek advies en daar was het gewoon business as usual. Ja, goede relevante vraag en ook een heldere studieopzet, denk ik. Wel even duidelijk dat het dus geen directe vergelijking is tussen wel of geen cholecystectomie uitvoeren.
De interventie zijn alleen namelijk de instructies om wel of niet restrictief om te springen met het uitvoeren van een cholecystectomie. Het is dus nog maar de vraag of er dan ook daadwerkelijk minder cholecystectomieën worden uitgevoerd. Want de beslissing om te opereren, ja, die wordt nog steeds tussen arts en patiënt gemaakt in de spreekkamer. Wat zijn dan ook die uitkomsten, Tim? Ja, dat in de usual care groep of de gebruikelijke zorg, daar werd op een 5 jaar in 81% van de gevallen een cholecystectomie uitgevoerd. Nou, dat is vrij vaak. In de restrictieve groep was dat 73%, dus wel iets minder, maar niet indrukwekkend veel minder. En er werd dus nog steeds in de ruime meerderheid nog steeds een cholecystectomie gedaan, ondanks dat restrictieve advies. En verder waren er eigenlijk geen hele grote verschillen. Dus mensen die in die restrictieve groep zitten hadden niet minder pijn, hadden niet minder complicaties. En er was ook eigenlijk ook geen grote verschillen ten aanzien van het optreden van gecompliceerd galsteenlijden. Uiteindelijk waren in beide groepen op 5 jaar ongeveer 63% van de patiënten pijnvrij. Ik kan ook zeggen dat 37% van de patiënten ook nog steeds pijn had. Maar dat is maar een beetje, denk ik, hoe optimistisch je in het leven staat. Ja, ik hoor je toch vooral zeggen dat in beide studiearmen uiteindelijk relatief vaak een cholecystectomie werd uitgevoerd. En ja, je krijgt de meerderheid dan wel weer pijnvrij. Maar ja, al met al maakt deze interventie dan weer niet zoveel verschil. Help ons even, Tim. Moet je nou uiteindelijk wel of geen cholecystectomie uitvoeren? Nou, Noor, ik ben speciaal voor deze podcast ben ik even ook de supplementary tables ingedoken. Wauw. Ja, en ook hier blijkt dat, daar hebben de auteurs ook nog analyses gedaan om te vergelijken tussen wel of geen operatie. Ook dan maakt eigenlijk dat er niet een enorm groot verschil is op het pijnvrij zijn na 5 jaar. Dus een cholecystectomie is zeker niet zaligmakend. En ik denk dat deze studie in ieder geval een signaal is dat je goed moet nadenken over wie je wel en wie je niet opereert. In ieder geval duidelijk dat ook bij de meer restrictieve aanpak er niet per se meer galsteen-gerelateerde complicaties waren. En dat het aantal ook relatief laag is op 1 jaar. Dus ik denk dat je in ieder geval even de tijd hebt om het natuurlijk beloop af te wachten. Of in ieder geval in de tussentijd wellicht andere interventies toe te passen. En dan vervolgens alsnog met patiënten besluiten om wel of niet te opereren. En ik wil dat je dan wellicht ook wel deze cijfers uit deze studie dan mee kan nemen in de voorlichting. Ja, en dan meer vanuit de onderzoeksbril op. Hè. Het is ook wel duidelijk dat de patiënt en dokter, dat gesprek is wel heel erg moeilijk te randomiseren. De auteurs merken zelf ook al op dat er een flink aantal mensen uiteindelijk wel geopereerd is, ondanks de instructies die waren meegegeven. Ja, zo zie je maar, het blijft uiteindelijk toch mensenwerk. Tja, en over mensenwerk gesproken, Noor. Dat is het selecteren van relevante artikelen voor deze rubriek natuurlijk ook. En ja, hier heb ik toch wel vragen over, want in het volgende artikel gaat over het maken van MRI-scans van gezonde kinderknieën. Toch een beetje een niche-onderwerp. Waarom is dit toch een relevant artikel voor alle artsen om kennis van te nemen? Ja, ik snap je vraag, Tim. Maar toch, het slaat echt terug op een patiëntenvraag die denk ik elke arts wel herkent. Namelijk, de dokter moeten we voor de zekerheid niet toch een foto van laten maken. En vaak is daar dan geen harde medische indicatie voor. Maar ja, kun je toch soms overstag gaan. Bijvoorbeeld alleen ter geruststelling van de patiënt. Ja, en dat dit dan toch niet altijd zo opgaat en soms zelfs een averechts effect kan hebben. Dat komt denk ik mooi naar voren in het volgende artikel. Nou, oké, dan ben ik misschien toch wel benieuwd. Ja, voor de duidelijkheid, het gaat om een onderzoek naar MRI-beelden van de knieën van gezonde jongeren. Bij gezonde jongeren wordt natuurlijk normaal gesproken geen MRI van de knie gemaakt. Ja, dus hoe hebben de onderzoekers dan toch deze data gekregen? Ja, klopt. Dit werkt dus iets anders dan onderzoek met patiënten. Want ja, dat is een duidelijk afgebakende groep. Maar dit onderzoek werd uitgevoerd door Cameron en collega's. En het onderzoek werd gepubliceerd in de American Journal of Sports Science. Het is van Nederlandse bodem, uitgevoerd in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En de patiënten die dus gebruikt zijn, of eigenlijk de gezonde jongeren, die komen uit het generatie R-cohort. Dat zijn jongeren die al sinds hun geboorte gevolgd worden in hun gehele ontwikkeling. En van 2017 tot 2020 onderging een deel van de jongeren tussen de 12 en 15 jaar een MRI van beide knieën. Op die manier kon een schatting worden gemaakt van de prevalentie van kniepathologie, maar ook van fysiologische varianten van normaal, onder gezonde Nederlandse jongeren. Ja, en nu las ik dat er bijna 2000 jongeren hebben meegedaan met het onderzoek. Dus ja, bijna 4000 knieën en dus ook 4000 MRI-scans van die knieën. Nou, vertel, wat levert dat op? Nou, ongeveer 1 op de 5 jongeren had tenminste 1 afwijking op de MRI-scan. Dat hoeft dus niet meteen te betekenen dat er sprake is van pathologie, hè, voor de duidelijkheid. Als we kijken naar normaal varianten die waren gevonden. In 2,1% van de gevallen werd een discoïde meniscus gevonden bijvoorbeeld. Een normale meniscus die we kennen is hoefijzervormig. Een discoïde meniscus die is iets dikker en ovaalvormig. Waardoor de knie dan wel sneller op slot kan komen te zitten. Maar je zou het hooguit een risicofactor kunnen noemen, geen harde pathologie. En 1% van de jongeren die had een biparticele patella. Dat is dan weer een incomplete fusie van de benige delen van de patella, waardoor 1 los fragment zichtbaar is. Nou, nu leer ik vaak wel wat van deze rubriek, maar nu ook zeker weer wat geleerd. Want deze varianten ken ik eigenlijk nog niet. Buiten onze comfortzone. Buiten de comfortzone. En een klein lesje orthopedie tussendoor. Maar goed, dit klinkt natuurlijk allemaal vrij onschuldig. Maar er werd ook wel pathologie gevonden, toch? In deze knieën.
Ja, maar nou ja, pathologie, het werd abnormaliteiten genoemd in het onderzoek. De meest voorkomende bij 1 op de 20 jongeren was oedeem van het beenmerg in het benige deel van de knie. Nou, dat heb ik even moeten uitzoeken in de NTFG-database. Want het is een vrij aspecifieke bevinding. Het wordt vaak gevonden bij atleten en mogelijk in verband gebracht met intensieve belasting van de knie of vaker kleine traumata aan de knie. Maar hoe dan ook, als je het vindt, is het vaak passagier en ook asymptomatisch. Aandoeningen waarvoor jongeren nog wel eens naar de huisarts gaan, is in 2% van de gevallen gevonden. Osgood Sletter bijvoorbeeld. Dat is inflammatie ter plaatse van de aanhechting van de patellapees aan de tuberositas tibiae, wat best pijnklachten kan geven. En dat is aanverwant aan de volgende bevinding, namelijk in 0,8% van de gevallen het Sinding-Larsen-Johansson-syndroom. Dat is dan weer inflammatie ter plaatse van de aanhechting van de patellapees aan de onderpol van de patella. Ook grappig dat dat beenmerguitdemen voorbij kwam, want die zag ik laatst nog voorbij komen op een MRI-scan. En toen dacht ik, ja, ik ben toch hematoloog in opleiding, maar ik heb geen idee waar nou beenmerguitdemen vandaan komt. Maar goed, anyways, het gaat dus nu om een handjevol mensen, maar op de populatie Nederlandse jongeren ja, loopt het denk ik toch al op naar een hele grote groep mensen die een afwijking op de MRI hebben. Ja, fijn dat je deze afwijking in een vroeg stadium hebt opgespoord, zullen dan heel veel patiënten misschien zeggen. Ben je het daarmee eens, Noor? Nou ja, nee dus. En ik hoop dat veel van onze collega's dat gevoel toch al met me delen. Het is toch wel vaak de eerste reactie van de patiënten en dat is begrijpelijk ook wel. Maar dit artikel laat dus denk ik mooi de beperkingen zien van een willekeurige MRI-knie. Want ten eerste, de gevonden afwijkingen hebben veelal een asymptomatisch beloop. Nou, als je weet dat zo'n 20-30% van de jongeren wel eens kniepijn heeft doorgemaakt. Ja, als je dan een jongere met knieklachten voor je hebt zitten met beenmergeudeem of inflammatie op de MRI. Ja, weet je dan zeker dat dit de klachten verklaart of niet? Helaas de relatie met knieklachten niet meegenomen in dit onderzoek. En als het dan al tot klachten leidt, dan nog is er geen klinische relevantie. Want er is geen diagnostische meerwaarde. Neem een aandoening als Osgood-Sletter. En die diagnose stel je veelal klinisch en niet met een MRI. En bovendien zijn de meeste aandoeningen die zijn gevonden self-limiting van aard. En het maakt dus geen verschil in je behandeling. Nee, ik moest hierbij ook denken aan de plaatjes die ik laatst zag van de sterkste MRI-scanner ter wereld. De Franse 11.7 Tesla MRI-scanner. Dan kun je nagaan wat je daarmee allemaal zou aantreffen in deze knieën. En het laat denk ik maar zien dat, hoewel we steeds meer en meer kunnen meten en steeds meer kunnen afbeelden, dat je er nou, niet altijd wijzer van wordt en dat je gewoon af en toe nog steeds gewoon een klinische diagnose moet stellen. Waar je wel altijd wijzer van wordt, is deze podcast. Dus Noor en ik gaan weer doorspuren in de internationale medische literatuur en de beste hoogtepunten daarvan, die hoort u volgende keer weer van ons. Dus tot dan. Dank voor jullie duiding weer en tot over 2 weken. Wij gaan ondertussen door met het tweede interview van Job. Toen er medicatie beschikbaar kwam die HIV kan voorkomen en die ook nog eens behoorlijk effectief bleek, ontstond al snel de vrees dat het gebruik van deze PrEP tot meer seksueel risicogedrag zou leiden. Met als gevolg weliswaar minder HIV, maar wel meer andere SOA's. Een langlopende Nederlandse studie lijkt nu het tegendeel te bewijzen. Na verloop van tijd neemt het risicogedrag juist af. Job sprak met een van de auteurs, Mark van den Elshout, arts en promovendus bij de GGD in Amsterdam. Ja, welkom Mark in de podcast. Ja, dankjewel. Eerst maar even in het kort. PrEP, wat is het ook alweer? PrEP is een pil die voorkomt dat je HIV krijgt eigenlijk. Misschien het best te vergelijken met malaria-profilaxe. Dus als je naar de tropen gaat, waar je risico op malaria loopt, dan kun je pillen nemen om te voorkomen dat je die infectie krijgt. En voor PrEP geldt het dan om te voorkomen dat je HIV krijgt. Ja, en op wat voor manier wordt het gebruikt? Er zijn eigenlijk 2 methoden om het in te nemen. De ene is elke dag. Dan hoef je niet na te denken, ben je altijd beschermd. En de andere methode is dat je het voor en na de seks inneemt. Dan moet je 2 uur van tevoren de eerste 2 doses innemen. En dan tot en met 2 dagen erna. En is het nou in principe dezelfde medicatie als die mensen krijgen die al besmet zijn en die het dan nemen om het virus te onderdrukken? Het is een veelgebruikt HIV-medicijn inderdaad. Een volledige HIV-behandeling bestaat vaak echt uit 3 medicijnen. Tenminste, de pillen die voor PrEP gebruikt worden zijn onvoldoende om HIV mee te behandelen. Ja, ja. Oké, dus in die zin is de light versie. Zo zou je het kunnen noemen. Ja. Ja. En hoe lang geleden is dit eigenlijk op de markt, of in ieder geval geïntroduceerd geweest in de wereld? Nou, de eerste data dat PrEP helpt om HIV te voorkomen, komen al uit 2010. De eerste PrEP-studies die lieten eigenlijk nog niet eens zo'n hele hoge effectiviteit zien. Maar toen rond 2016 kwamen er wat grotere studies ook uit Europa uit. En daaruit bleek eigenlijk dat die bescherming veel hoger was. Toen bleek van, dus misschien is die bescherming wel eerder tegen de 100% aan. En toen waren we inmiddels ook al gestart hier met de studies in Amsterdam. Wanneer was dit exact van deze studie? In 2015 is het gestart hier. En zou je kort even kunnen opsommen hoe die studie verder uitzag? En natuurlijk uiteindelijk naartoe werkend naar wat er kwam eruit? Ja,
En we hadden 376 mensen geïncludeerd aanvankelijk. En het bijzondere aan deze studie was dat ze konden kiezen hoe ze hun PrEP gingen gebruiken. Dus dagelijks of rondom de seks. En dat ze ook elk studiebezoek, elke 3 maanden, van gedachten mochten veranderen. En dat mochten aanpassen aan hun behoeften of aan hun wensen. Zodat we ook echt een beetje de real world situation konden onderzoeken. Ja, waarin mensen natuurlijk ook hun PrEP gebruik aanpassen aan hun behoeften. Ja. En die zijn we vervolgens gaan volgen. Wat we uiteindelijk tot bijna 5 jaar gedaan hebben. Dat is best lang, hè? Ja, zeker voor een PrEP-studie. Veel PrEP-studies die duren 1,5-2 jaar max. Terwijl we uit het echte leven weten dat mensen vaak meerdere jaren seks hebben met wisselende partners. En daarom waren we heel erg geïnteresseerd. Hoe zit het nou als je langer dan 2 jaar PrEP gebruikt zijn? Veranderen er dan nog dingen in je therapietrouw of in je seksuele gedrag? En dat hebben we binnen de AMPREP-studie heel mooi kunnen onderzoeken. En dus kunnen zien dat die uitkomsten heel gunstig zijn. Wat zagen jullie? Nou, we zagen dat mensen veel SOAR kregen. Maar dat hadden we natuurlijk ook wel verwacht. Want het was een groep die een hoge kans had om HIV op te lopen en daardoor ook om andere SOA op te lopen. Dus dat bevestigde eigenlijk dat we de goede groep te pakken hadden. Ja, want de mediaan van het aantal partners per maand, dat was rond de 13? Ja, 13 inderdaad. Ja, even voor de indicatie. Klopt, ja. En wat opviel aan dat aantal verschillende sekspartners per maand is dat het eigenlijk afnam over de tijd, wat we niet per se hadden verwacht. Want je denkt, hè, mensen gebruiken PrEP, dus ze kunnen geen HIV meer oplopen. Dus we hadden eigenlijk meer verwacht dat dat soort dingen zouden kunnen toenemen ook. Maar we zagen daar juist een afname, dus dat was wel bijzonder. Ja, heb je daar ideeën over wat daarachter kan zitten? Ja, zeker. Het zou ermee te maken kunnen hebben dat mensen starten met PrEP wanneer ze daar heel veel behoefte aan hebben. Dus dat dat in een periode in hun leven is dat ze heel veel wisselende partners hebben en dat het daarna afneemt. Dat is regression to the mean, het bekende hoestdrankje. Precies, ja. Dat is een mogelijke verklaring. Maar een andere verklaring die ik eigenlijk iets aannemelijker vind is dat door het PrEP-gebruik de angst voor HIV afneemt en daardoor meer ruimte ontstaat om met meer autonomie over de keuzes die je maakt in je seksleven, waardoor mensen meer empowered zijn om voor zichzelf te kiezen. En ja, ik zeg altijd, angst is een slechte raadgever. En mensen die bang zijn voor een infectie, bang zijn voor HIV, maken daar soms slechte keuzes door. Mm-hmm. En als die angst wegvalt, dan ontstaat de ruimte om te kiezen van, hé, wat wil ik nou echt en wat vind ik nou echt fijn? En dat is voor mij meer, denk ik, ook een verklaring. Dat wordt sexual empowerment genoemd. Ja. En ik kan natuurlijk niet uitsluiten dat het nemen van die pil ook een soort herinnering is om over je gezondheid na te denken. En zeker ook de 3-maandelijkse gesprekken met de arts en de verpleegkundige die automatisch bij het PrEP-bezoek komen. Ja. Waarbij je reflecteert op de seks die je gehad hebt en hoe je seksleven eruit ziet. Maar ook over drugsgebruik en andere dingen gesproken worden. Ja. Dat kan natuurlijk ook allemaal meespelen. En is dat dezelfde context als die je ook hebt als je het niet in studieverband gebruikt, dan heb je ook eens in de zoveel maanden zo'n gesprek. Ja, zeker. Ja. Ja. Dat is inmiddels is die frequentie wat omlaag gedraaid. Omdat we weten dat we eigenlijk ook veilig elke 6 maanden mensen kunnen controleren in plaats van elke 3 maanden. Dat scheelt natuurlijk enorm in de belasting op het spreekuur en voor de PrEP-gebruiker zelf. Ja, in zekere zin kun je zeggen, de angst van beleidsmakers, medici, mensen die hierbij betrokken zijn, de angst dat het PrEP-gebruik zou leiden tot een enorme stijging van andere SOA's, want het hoeft niet meer vanwege HIV met condoom, lijkt op basis hiervan in elk geval ongegrond. Zeker, ja. Op populatieniveau is daar echt geen basis voor om dat te zeggen. Kijk, bij individuen kan dat anders zijn, hè? Ja. Dat weten we. Maar als we de PrEP-gebruikers als hele groep bekijken, die geselecteerd worden op een hoge kans op SOA en HIV, ja, dan zien we eerder een afname dan een toename. Ja. Ja. Dat is dus positief nieuws. Eind goed, al goed. Hoe is nu de situatie eigenlijk met PrEP op dit moment in Nederland? Ja, in Nederland eigenlijk niet zo goed. En dat heeft ermee te maken dat de overheid heeft gekozen om een gelimiteerd programma in te stellen voor een beperkt aantal mensen. En het was aanvankelijk voor 5 jaar en die pilot is afgelopen augustus afgelopen. En nu is er geen maximum aantal deelnemers meer, maar wel een maximum budget, wat natuurlijk in de praktijk hetzelfde neerkomt. Een cap. Ja, en dat geld is ook nog eens ongelijk verdeeld over het land. Dus afhankelijk van waar je woont, betekent het dat je wel of niet bij de GGD terecht kan voor je PrEP. Dus er staan gewoon mensen op een wachtlijst. Ja, in sommige regio's wel tot 700 mensen. Dus dat is mensen die gewoon zeggen, ik wil PrEP gebruiken, want ik loop risico op HIV. Het is een kosteneffectieve interventie en die hebben dan toch geen toegang door de keuzes. Ja, en hoe lang moet ik me dan voorstellen, sta je een paar maanden op de wachtlijst? Kan het zijn jaren? Is het soort bij de woningcorporatie dat je echt nee, dat kan echt wel twee jaar zijn. Ja. Heel lang. Ja. Nou, dus het is niet een heel positieve draai aan dit, toch wel positieve nieuws. Zeker, heb je nog een soort positieve boodschap om mee af te sluiten? Nou, wat recent nog
gepubliceerd is, is dat er nieuwe modaliteiten van PrEP aankomen. Hè. Net als met anticonceptie kun je kiezen tussen een pil, een injectie, een staafje, een ring, een spiraal. En bij PrEP willen we dat ook heel graag, omdat niet iedereen is in staat elke dag een pil te slikken of volgens een bepaald schema. En er zijn net studies gepubliceerd van een injectie die je 2 keer per jaar kan krijgen en die je ontzettend goed beschermt. Er zijn 0 nieuwe infecties onder meisjes en jonge vrouwen in Sub-Sahara-Afrika die injecties kregen. En wat natuurlijk een veel kwetsbaardere groep voor HIV is nog dan wij hier in het Westen kennen. Ja. Dus dat als dat eenmaal over een jaar of 17 generiek beschikbaar is, dan zou dat wel eens het einde kunnen betekenen van HIV zoals we dat nu kennen. Wauw, nou ja, dat is toch mooi om mee af te sluiten. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel Mark en Job. Het artikel van Van den Elshout en collega's vind je op de website onder podcast. Reageren doe je via podcast@ntvg.nl. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, waarin we je het topje van de ijsberg lieten horen van wat de nieuwste editie van het volledig onafhankelijke NTVG Maandblad te bieden heeft. Bekijk en lees het, gedrukt of op de website. Over 2 weken is mijn collega Job de Vriese weer de host. Heb je een vraag of een suggestie voor de warme douche? Laat het ons weten via podcast@ntvg.nl. Kun je onze podcast wel waarderen? Geef ons dan een aantal sterren in je podcast-app. Of vertel er eens over aan je collega's die nog niet van ons bestaan weten. Zo help je ons om niet alleen de beste, maar ook de best beluisterde medische podcast te worden. Voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. En onthoud, een goede arts is een goede luisteraar, dus blijf luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie in samenwerking met mij, Anne van Kessel, Job de Vriese, Tim Dekker, Noor Eldin Emara en audiocollectief Visionnaire Ordinaire.